Deze vrijdagavond, een graadje of 8. Heerlijk wandelweer voor de 80 van 1 Altena. Hij staat te beginnen met ruim 900 deelnemers. Niet alleen uit Altena, maar uit heel Europa. Uit Groningen zelfs, uit Luxemburg, Oostenrijk, overal vandaan. En dan gaan wandelaars starten. De Vrijbuiters, de wandelsportvereniging, die organiseert het allemaal. En die zijn hier vanavond helemaal in hun nopjes met de start van de 80 van 1 Altena. Jij moet volgens mij een trots man zijn, want dit is eindelijk de start van de 80 van Altena. Ja, dat is het eigenlijk wel een hoogtepunt van mijn 40-jarig voorzitterschap van de Vrijbuiters. Onze wens was met bestuur en leden om dit te organiseren en dat is gelukt. Niet alleen gelukt wat organiseren betreft, want dat is heel wat, maar ook gelukt dat er zoveel deelnemers zijn gekomen. Dat hadden wij nooit verwacht. Meer dan 900 heb ik begrepen. Ja, meer dan 900. Uit delen van Europa, waarvan we niet wisten waar ze bestonden. Ja, maar dat weten wij wel, want wij wandelen als wandelsportvereniging ook in alle landen. Dus het is nou niet nieuw, want wij hadden dat wel verwacht. Dat is Belgen ook. Heel veel Belgen. En die houden van entourage en show en herrie en muziek. Dus, dat is er allemaal. Ja, en dat proberen we te brengen in heel Altena. Ja. Want dat zullen ze vannacht en morgen overdag helemaal zien. Want overal is muziek. Nog lachende gezichten hier. Lachende gezichten. Nog wel, hè. Nog wel. De eerste keer dat je een 80 kilometer gaat lopen? Nee. In Waalwijk heb ik hem ook al 6 keer gelopen. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik het nou wel haal. Hè. Dus we zullen wel zien. Want hoe ging het die eerdere keren? Ja, ik heb hem alle keer uitgelopen. Dus, dus dat gaat nu ook gebeuren? We gaan er wel vanuit. Kom je hier uit Altena? Ja, want je woont in Genderen. Oké, in Genderen. En wanneer verwacht je in Genderen aan te komen? Ja, rond 6 uur, denk ik. Ongeveer. Morgenochtend? Ja, morgenochtend. Heb je er nou zin in? Of heb je zoiets van, nou, ik ga het maar doen, maar ik zie het wel? Ja, eigenlijk allebei een beetje. Dus... Maar ik heb wel zin in eigenlijk. En u gaat voor de 100ste keer een Kennedy Mars lopen. Dat is toch wel heel bijzonder? Echt bijzonder. Nou, zo bijzonder is het niet. Nee? Nee. Ik loop er 5, 6 per jaar. Soms 8. Dus... En zijn de omstandigheden altijd zo goed als vandaag? Nee. Ook was de hele nacht regen gehad. Dat gaat u ook? Ja. En zand in mijn schoenen met blaren binnenkomen. Dus... Dus u gaat het halen, hoe dan ook? Hoe dan ook, ja. Ik heb hem ook op 32 graden gelopen in zomeren, dus... En waar haalt u de voldoening vandaan om dit te doen? Ja, gewoon bezig lopen. Zijn. Bezig zijn, dus. En is er een punt waarvan u zegt van, ah nee, dat is altijd heel lastig om doorheen te komen? Ja, tegen de ochtend. Ja. Dan heb je even een dip. Dus. Maar ja, gewoon doorgaan. Ontzettend veel succes. 21 dorpen verbonden met die 80 kilometer. Heel veel succes. Het laatste woord voor de wethouder sport. Het wordt prachtig weer, dames en heren. Het wordt een schitterende ochtend als jullie straks langzaam maar zeker weer in de richting van Almkerk komen. Nogmaals, mede namens het hele college, namens de organisatie, heel veel succes. Zo, jullie staan helemaal vooraan. Tuurlijk, goed gezien. De eerste weg. En ook als eerste binnen, of dat niet? Dat niet, nee. Nee. Maar we komen wel binnen. Is dit de eerste keer dat jullie meelopen aan zo'n 80? Hier wel. Ja. Waar komt u vandaan? Uit Velp, Waarnem. Okay. Ja. En waarom de 80 van Altena? Nou, dat hoeft niet hoor. Gewoon de eerste keer moet jij proberen, hè? En de route verkend? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. We hadden hier een beetje maar de andere kant van de route helemaal niet bekend. Maar ja, oké, we volgen de kamer, hè? En dan maar hopen dat het goed afloopt. En heeft u dan een routeboekje op zak of hoe gaat dat? Ja, een routebeschrijving heb ik meegekregen. Dus, maar verder is gewoon de ene voor de andere stap zetten, hè? Ja. Nou, succes! Daar gaan we! Yeah! Hoppa! Allemaal een prettige... Thank you.